bevinden ons op kantoor bij de directeur van de regionale gezondheidsdienst, de RGD, bij de heer Edwin Noordzee. We gaan met hem even een terugblik doen op het jaar 2018 en ook kijken wat 2019 voor ons in petto heeft. Directeur Noordzee, goeiedag. Ja, goeiedag. 2018 is een heel druk jaar geweest voor de RGD. Dat klopt. Kunt u ons vertellen wat voor activiteiten en ontwikkelingen er allemaal zijn geweest? Nou, om te beginnen, we hebben namelijk, het was noodzakelijk om vooral de upgrading van al onze activiteiten. Mm-hmm. Om te beginnen bij de renovatie van onze gebouw en nieuwbouw. Dat was heel noodzakelijk. En we hebben namelijk landelijk van de Marowijnengrens tot Nikeri-grens hebben we gerenoveerd en nieuwbouw bijgezet. Als we kijken naar in Mungo hebben we de woningen van het personeel upgrading gegeven voor de artsen, zodat ze hun werk konden doen. We hebben in Kommerwijnen hebben we een aantal klinieken, zowel aan de rechteroever als aan de linkeroever, helemaal upgrading gedaan voor Nieuw Amsterdam, Rust en Werg, Johanna Margarita, Allianz. En in Paramaribo hebben we bijvoorbeeld ook moeten renoveren. We hebben namelijk hier gedaan Livorno. Naast Livorno hebben we een aantal in Wanica aangepakt. En gisteren nog hebben we in Wanica Santo Dorp en de nieuwe grond herin gebruik genomen. Nadat er een uitbreiding is geweest. En daarnaast hebben we, dus het is groter geworden, het is gerenoveerd, gemoderniseerd. We gaan naar Saramaca, hebben we ook La Proveance gedaan. We hebben naast La Proveance hebben we ook nog Kambombaru. Okay. Helemaal in een nieuw jasje gegoten. Coroni Medisch Centrum, gezondheidscentrum Coroni is helemaal oké. Okay. In Nikeri zijn we nu op Henaar ook aan het renoveren. En tegelijkertijd nemen we ook alle woonhuizen in de verschillende districten mee. Op Coroni zijn een aantal woonhuizen ook al gedaan. Ook in Coroni staat ook een mini-ziekenhuis. Mini-streekziekenhuis komt ook in Coroni. In Ellen, die zijn voor volgend jaar. Maar er zijn drie mini-streekziekenhuizen in planning. Waarvan Coroni, Ellen in Kommerwijnen en in Saramaca, Groningen. Daarnaast hebben we in de vier IFDB-projecten afgerond. Eentje aan de Limeschrak hier in Paramaribo. Onverwacht, dus de medisch centra van RGD, van Petterpolder in Nikeri. En op uitvlucht hebben we namelijk ons Centrale Apotheek Magazijn en Centrale Apotheek, die helemaal opgeleverd zijn. Kijken we naar ook al onze andere activiteiten. Het personeel heeft de gelegenheid gehad om zich verder te scholen, verder op te graden in die afgelopen periode. De artsen hebben nascholing gehad. Onze labdiensten zijn uitgebreid in haast al de districten waar we werken, de ACT-districten. Daarnaast hebben we onze apotheek is verder gaan uitbreiden. We willen geen nee-verkopen hebben. En die modernisering is ook bij al onze apotheken aangepakt. Er zijn in totaal in het land hebben we 43 apotheken. En die hebben we ook allemaal aangepakt. Ja. U bent, of mag ik zeggen, dat dus de RGD landelijk bezig is geweest? Ja, we hebben ACT-districten waar we werken. Onze afbakening van ons werkgebied is namelijk van de Noordgrens tot de Savannah-gordel. En vanuit de Marowijnenrivier tot de Quarantainrivier is ons werkgebied. Oké, een heel druk jaar dus. Heel druk. Nou, ik hoor u dus zoveel activiteiten opnemen, zoveel ontwikkelingen. Wat is de gedachtegang hierachter geweest? Wat is het beleid ten aanzien van de rehabilitaties, de uitbreidingen, de facelifts? Laat me zeggen, het is namelijk zo dat een van de belangrijke dingen die centraal staat, is dat op een gegeven moment we gemerkt hebben dat bij RGD onze cliëntenaantal voor mijn komst terug is gegaan. Er is een nieuwe wet aangenomen waarbij de mensen
vrije artsenkeus hebben. En vroeger waren alle on- en minvermogen bij RGD. Maar met deze nieuwe wet konden ze een keus maken om te gaan waar ze willen. En daarmee is onze cliëntenaantal teruggegaan. Dus upgrading van de faciliteiten is zeer noodzakelijk. Wil je cliënten behouden. Ook daarbij is ook onze artsenteam verder geschoold, verder uitgebreid. Onze verpleegkundigen zijn ook verder uitgebreid. We hebben de 283 verpleegkundigen landelijk en 100 artsen landelijk. Dat was noodzakelijk. Wil je die competition ook aangaan. Ja. En wil je de dienstverlening vooral geven zoals de overheid dat van jou verwacht. We zijn namelijk de primary healthcare eist van ons dat je tot in de uithoeken de mensen de diensten moet geven. En vooral de preventie is belangrijk. En dat hebben we zeker ook aangepakt met onze rijdende poli. Hebben we dat ook kunnen doen. Met onze schooldiensten. We gaan naar alle lagere scholen in het land. Binnen ons werkgebied. En daar worden de kinderen ook gescreend. En mocht er afwijkende zaken ontdekt zijn. Dan worden ze doorverwezen naar of hun eigen huisarts of RGD-artsen. Of daar waar nodig zelf naar de specialisten voor verdere behandeling. Geweldig. Nou, u heeft het over dat we dus 8 districten, tenminste dat de RGD 8 districten aandoet. Is er een speciaal beleid voor de ontsluiting van het binnenland in het geheel? Kijk, de overheid heeft aangegeven waar ons werkgebied is. Mm-hmm. Nu weten we wel dat de wens is uitgesproken. Zelf in de DNA en voor de plaatselijke bevolking voor uitbreiding van RGD naar andere delen. In dat verband mag verwezen worden naar een document wat nu op mijn bureau ligt voor een samenwerking met Medisch Zending. En gezamenlijk zullen we kijken hoe ver we de rest kunnen bijstaan. Nou, als ik u zou moeten vragen wat voor invloed of wat voor bijdrage al deze ontwikkelingen zullen hebben voor de gezondheidszorg in Suriname, wat is uw antwoord daarop? Laat me met één zeggen dat al met al de gezondheidssector in Suriname niet onderdoet voor onze regio. Ik ken het Zuid-Amerikaans systeem heel goed, het Europees systeem, maar we moeten nog verder werken. En deze bijdrage wat we nu leveren, zal ervoor zorgen dat op zeer kort termijn die dienstverlening naar die gemeenschap toe verlicht wordt. Zelf de lange wachttijden bij de klinieken dat mensen 5 uur 's morgens naartoe moeten, willen we ook niet meer hebben. Mensen zullen een tijd krijgen om te komen, waardoor het makkelijk wordt. Daar gaan we naartoe. Verdere verbetering van die dienstverlening, verlichten van de job. En zowel voor het personeel, maar ook voor de cliënten die binnenkomen. U ligt de sluier al voor enkele van de ontwikkelingen die ons te wachten staan in het nieuwe jaar. Wat mogen we nog meer verwachten in 2019? Oké, okay. We gaan verder de renovatie verder ter hand nemen. Dan staat zeker voor Nikerin op Poli-Quarantainpolder en Poli-Henaar en de woonhuizen in het district ook op schema. Corona hebben we nog enkele woonhuizen te gaan, gaan we sowieso ook afronden. In Saramaka zal Groningen, Poli Groningen en Poli Tijgerkreek ook onder de renovatie genomen worden. En in Paramaribo zal Herenstraat, Vluestraat sowieso en Pontbuiten ook direct meegenomen worden. Vluestraat zal gaan naar een verdere verruiming, zelf rond de klok 7-7. Omdat we daar ook zullen proberen om de druk van SEA ook op te vangen van gevallen die normaal door een huisarts behandeld zouden kunnen worden. In Komowijnen komt er sowieso een wooncentrum voor artsen en verplegenden, zodat ze in het district makkelijk hun werk kunnen doen. Voor Marowijnen staan via Olo en Wahati. Daar komen er woonhuizen voor het personeel, zodat de verplegenden eigenlijk kunnen verhuizen naar de plekken. En dat de dienstverlening daar ook, dat de poli ook elke dag, maandag tot en met vrijdag, gewoon normaal open moet staan voor het publiek. In Para zal Zanderij een grote uitbreiding ondergaan, waarbij al die diensten, zoals ook in al onze centra, ook naar Zanderij vanwege Port Health en ook de ligging bij de airport is het heel belangrijk.
dat Sanderij dat ook ondergaat. La vigilancia wordt uitgebreid vanwege de druk die van de vele cliënten moeten worden. Zeker meer ruimte creëren voor de mensen. Tegelijkertijd zal onze lab in alle districten verder aangepakt worden, uitgebreid worden. En onze apotheken steeds verder gaan we die moderniseren. Zodat die dienstverlening naar de cliënten toe up-to-date blijft. We hebben ook missieartsen in die samenwerking met Suriname en twee overheden, Suriname en Cuba. Okay. Zijn er op dit moment missieartsen bij ons in dienst. We hebben ze na een training van bijkans 3 maanden in de Nederlandse taal en Sranaton. Zijn ze ook overal nu werkzaam in de verschillende districten. En dat gaan we ook verder voortzetten in het nieuwjaar. Zodat ook die dienstverlening zich verder kan uitbreiden. Een opmerkelijke ontwikkeling van 2018 was de dienstverlening naar de zwangeren toe. Kunt u daar wat meer over vertellen? Inderdaad, op een goed moment hebben we in een gesprek met de minister van SOSAVO afgestemd. Toen heeft die aangegeven dat in samenwerking met RKD inderdaad alle zwangeren zich konden aanmelden. Zodat vroegtijdig ze de behandeling kunnen krijgen. Omdat waarmee we zitten is moeder- en kindsterfte. Dat wil men voorkomen. Is door PAHO, WHO goed aangekondigd dat dat eraan genomen moet worden. En de minister van SOSAVO heeft dat heel snel begrepen om samen met RGD dat te doen. Zodat de zwangeren die vroeger bang waren omdat ze geen kaart hadden of geen toegang tot zorg, zich nu makkelijk kunnen aanmelden. Een drempel is daar voor hun eigenlijk doorbroken. En nu kunnen ze toegang hebben naar de RGD. Ze worden dan opgenomen en hun kaart en alles wordt verder in orde gemaakt. Ze kunnen gewoon naar die controle komen, waardoor we door vroege ontdekking van de zaken een druk kunnen leggen op in elk geval minder moeder- en kindsterfte. Wat ook het streven is van PAHO en WHO en het ministerie van Volksgezondheid in Suriname. Als u terugkijkt op 2018, zou u kunnen spreken van dieptepunten die de RGD heeft ervaren? Nou, we hebben, laat me aangeven, met het team, het totaal team All Hands on Deck, hebben we gewerkt. We hebben elkaar beloofd dat we voor die gemeenschap willen werken. Ik heb namelijk een trekkersrol gespeeld samen met mijn directie, managers en iedereen. En er waren mindere momenten, dat zal je altijd krijgen. En, maar als we overal kijken, dan hebben we een heel sterk jaar gehad. Een jaar met heel veel progress, heel veel inzet van alle actoren. En eigenlijk de successen liggen daar. We hebben ook aan elkaar gezegd in december dat ook de minderpunten we achter ons laten. En we hebben die namelijk bij elkaar gebracht. En we gezegd, deze waren de minderpunten, deze waren de sterke punten. En we gaan ervoor om de sterke punten in 2019 verder voor te zetten. Tot slot heeft u een boodschap, een nieuwjaarswens voor de samenleving? Zeker. Ik van deze plaats uit wil ik op de eerste plaats een ieder dank zeggen. Alle organisaties, de minister van Financiën, de regering, de minister van Volksgezondheid, alle actoren met wie we samen hebben gewerkt, die eigenlijk hebben ondersteund dat we de successen hebben kunnen boeken. Ook het personeel van RGD. Zeg ik dank de cliënten van RGD. Ik praat niet over patiënten, ik praat over cliënten. Danken we ook voor het vertrouwen gesteld in die organisatie. Het team van artsen, de bonden die allemaal de hoofden bij elkaar hebben gebracht. Dat we tot resultaat komen, goede verstandhouding. En dat we dat vooral in het nieuwjaar kunnen voortzetten. En dat we met z'n allen een gezond en vreugdevolle nieuwjaar mogen tegemoet mogen treden. En dat we het beste wat we op gezondheidsgebied kunnen aanbieden aan deze samenleving vanuit RGD kunnen aanbieden.